standbeeld. Standbeeldje. Dit is standbeeldje van mij. Ja. En die ligt daar. Zijn jullie nou moe of niet? Nou ja. Maar we komen nu al net binnen, hè? En ik had de kerstdagen van Erwin dat plantje gehad. Dat moet slaapkamer gelukkig wezen. Maar als je niet weet hoe je zo'n apparaat moet behandelen, heb ik het net opgezocht. Standbeeld. Standbeeldje. Dit is standbeeldje van mij. Ja. En die ligt daar. Zijn jullie nou moe of niet? Nou ja. Maar we komen nu al net binnen, hè? Van de wandeling. Ja, en het is een roetje koud, hè? Ja. Echt wel, het is een roetje koud. Ja, en ik zie er zelf niet uit, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Nee. Hi kind, kom je bij mij? Mag ook. Ja, ik heb een rotdag achter de rug en dat maakt allemaal niks uit. Ik was misselijk beroerd en onderweg en overgeven tot en met. Hoe het kwam, weet ik niet. Ja, hoofdpijn. Maar, en wat rugpijn, ja. Maar daar kan het niet van komen. Maar ik maak misschien daar van binnen ergens druk om en ik weet niet waarom. Ik weet het allemaal niet, ik weet het niet. Ik zie ook dat mijn bril verver schoon is. En ja, ik kwam dus heel laat uit mijn bed. En ik zou bezoek krijgen, ten eerste van Karin met elkaar, mijn begeleidster. Maar die had me vanochtend, om 9:50 al afgeappt. Ik dacht, nou, wel wat laat, bel dan naar de huistelefoon, weet je. Want, ik zal het ook eventjes koekeloeren hoor. Even wachten, even een moment. Karin, ja. Hoi Corine, de afspraak van vandaag kan helaas niet doorgaan. Is het goed dat ik 2 februari tussen 12 en 12:30 kom? Groetjes Karin, nou dat komt me sowieso al beter uit de tijd. Hè? Dan om 11:35. Ik had mijn dus geslapen, want ik werd 11:45 wakker. Denk, oh jee, maar ja, ik denk ook, ja, ze weet met mijn huistelefoon ook. Ik denk, dan kan ze me bellen, dus ze heeft dat nog niet gedaan. Al is ze ook nog niet geweest of wat dan ook. En ik denk, nou, ook gelijk kijken. En ik kijk, ja, een berichtje van haar. Ik denk, oké. Nou, toen vernam ik dus ook dat ik barstende hoofdpijn had. Echt niet normaal. Heb ik het met de muntolie geprobeerd. En toen is het wel ietsje gezakt. Maar nog niet noemenswaardig om ook nog eens een keer vanmiddag zelf op bezoek te gaan. Ik denk, ik bel Marianne. App ik af. Kom haar ook weer goed uit. Nou ja, oké. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeg je dan. Het kwam haar ook beter uit. Nou ja, het kwam mij beter uit, want ik kon blijven liggen. De meiden zijn een aantal wel keren in de tuin geweest. Zou ik dat vanmiddag even opgeruimd hebben, maar ik zit beneden, gaat de telefoon. Mijn liefhebbende zwagertje, het was het broertje, geloof ik, van mijn man. Ik weet niet hoe het met leeftijd zat. Wie er nou jonger was, dat weet ik niet eens. Ik geloof mijn man. Maar qua lengte is mijn zwager een tje. Het is mijn klein ukkepukkie. Ja, mijn man was al klein, laat staan dat hij klein is. Hé, ja. Net zoals Rijka, hè? Die is ook zo klein. Hè? Ja, mijn kleine humpiedumpie. Ja. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dus ja. Ik ga dus zeker een vlog in elkaar zetten voor morgen weer. Want morgen, dan hebben we een jarige. Ja, dan is onze Mario jarig. Ja, echt. Dus daar moet ik heen. Ja, en dan hoop ik dat ik me eigenlijk in ieder geval een stuk beter voel dan vandaag.
En ik wil tussen de bedrijven door mijn haren verwassen. Dus ja, ik ben ook lekker niet opgemaakt. Maakt me ook helemaal niks uit. Maar ik wil wel even mijn haar tussen de bedrijven door wassen. En ik moet eigenlijk ook de vaatwas doen. Oh, en ik heb geen fut. Nee. Maar ja, ik ben ook vandaag niet eens met de kerstballen verder geweest. Kom je niet aan toe als je niet in orde bent? Nee, kan je niks doen. Hoi, Katty. Kom maar. Kom, kom. Goed zo. Hallo. Ook een goede dag. Ja, ook een goede dag. Hé, ook een goede dag. Zo, mijn dag allemaal. Hallo. Mijn meisje. Het koud. Hé, hallo. Boefie. Nou, gaan we. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, ja, sorry. Dit wordt een hele kleine, korte, denk ik, een vlog, een video. Ja. Jullie zien het in ieder geval. En ja, dat moet ook kunnen. Je bent zoals je bent, ja, toch? Ja. We gaan gewoon weer vrolijk door en ik ga eventjes onze Jan mooi bekijken wat die heeft. Want die heeft me ook een appje gestuurd. Dus ga ik ook even naar kijken. En ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En tot later. Nou, terwijl die daar zo heerlijk lui op de bank liggen, heb ik toch al wel weer wat gedaan. Nee, niks in de kerstversiering, maar wel iets anders wat heel hard nodig was. Ja, en dat is dat het aanrecht weer leeg is. Ja, en ik had voor de kerstdagen van Erwin dat plantje gehad. Dat moet slaapkamer gelukkig wezen. Maar als je niet weet hoe je zo'n apparaat moet behandelen, heb ik het net opgezocht. Je moet hem onderdompelen. Dus ik heb een laagje water erin gehad. Gootsteen is nog niet schoon, want dat komt nog. Maar daar heb ik hem dus even in ondergedompeld. Je mag tussen de onderdompelbeurten mag de aarde niet droog worden. Ja, dus het lijkt een beetje op mos, stond er ook bij. Nou ja, we zullen het afwachten wat hij nou gaat doen. En nog logisch dat het bij Marianne in de tuin dan iedere keer weer terugkomt, ja. Als het daarop gaat lijken, mos komt terug, ja, is net onkruid. Dus we wachten het af wat hij doen gaat. En ik ga nou in ieder geval eerst weer voor jullie aan de gang, anders hebben we morgen niks op YouTube staan. Dus er moet een vlog online gaan komen, ja. Dus dat gaan we doen. En ik heb de televisie aan, ik had nou eerst reclame. Nou ja, iedereen weet wel wat dat is. Hé, meisjes? Ja. Dus ja, we gaan er weer voor. En ja, ik voel me nog steeds niet helemaal happy, maar ietsje beter dan het aan het begin van de avond was. Het is nog wel het begin van de avond, maar jullie begrijpen mij wel. Dat ik jullie erbij pakte. Hé, ja, nou. Ja. Kan wel weer goed. Ik geloof dat ik gewoon met mijn hoofd ergens anders bezig ben dan het behoort. Ja, nou je behoort. Als je met je eigen kind bezig bent, hè? Dat is ook wel eens behoort. Ja. Dus ja, dat dus. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En geniet een beetje met die twee maar mee, hè? Ja, die zijn lekker lui. Hè? Meisjes. Joh. Nou, ik zou zeggen, tot later en geniet van alles. Ja, lieve vrienden, we zijn er weer. Ik zal even de deur weer dicht doen, want er komt net die kleine meid weer binnen toe. En het is Roetje koud. Ja. Roetje koud. Gaan we hem ook gelijk op slot doen. Even boven doe ik het zo, want ik zit het niet bij. En het is al laat. Ja. Het is al 3:07 in de nacht. Maar ik sta eigenlijk te wachten op een telefoontje van mijn lieftallige dochter. Maar ja, ik weet het niet of ze dat nog wel doet.
We merken het wel, maar ik ga wel naar mijn bedje toe. Ja, want ik ben moe. En mijn kaak die kraakt. Hè. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen, oftewel straks weer, gezond dat je bent zien te komen. En jullie weten dat God houdt over ons allemaal de wacht. Yeah. Dat vind ik zo'n fijn gevoel, hè. Dus daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei. Thank you.